En dan, het was nog nooit voorgekomen bij de miljoenenjacht van de postcode loterij. Maar op 3 november speelt Arold van den Hurk uit Zonne en Breugel het kofferspel. Hij drukte naar eigen zeggen per ongeluk op de rode knop en hij accepteert daarmee een bod van de bank van 125.000 euro. Maar kandidaat Arold zegt dat hij geplaagd werd door zenuwen en eigenlijk wilde doorspelen. Na tussenkomst van de notaris eindigt het spel. Uiteindelijk blijkt dat er in het eigen koffertje van Arold 5 miljoen euro zit. Zijn vergissing krijgt nu een juridisch staartje. Zometeen Arolds advocaat, maar eerst zijn relaas. Laten we eerst maar eens even kijken waar de bank mee komt. Ja, laat maar zien. Hij is 2 weken geleden het gesprek van de dag. De Brabantse banketbakker Arold van den Hurk. In RTL's miljoenenjacht moet hij kiezen tussen een bod van 125.000 euro van de bank of doorspelen met kans op 5 miljoen euro. Dan ga je de pauze in. Nou, en daar hebben we nog een keer duidelijk overleg samen. Op afstand uiteraard, want ze zitten aan de andere kant van de dingen. En we zijn het samen over eens. En ik zeg nog tegen Linda, ik zeg wij spelen geheid door de volgende na de pauze. Want het is gewoon nog heel veel grote bedragen en daar gaan we voor. Wie waren erbij? Ja, Linda stond naast hem en heel de studio was erbij, denk ik. Dus het was iedereen duidelijk dat u door wilde? Ja. Ja. Waarom sloeg u nou op de knop? Moment van verstandsverbijstering, zou ik maar zeggen. Want het was echt niet de bedoeling. En dat weten we ook, ja, dat weten we samen. Ik heb met Linda ook nu duidelijk over gehad en die keek me ook aan en die zei van, wat doe je nou? De notaris verklaart vandaag aan Nieuwsuur. Hij sloeg met enige resoluutheid op de knop en daarna had hij spijt. Op het moment dat ik sla, heb ik het idee dat ik het fout doe. Meteen dat ik... Nou, dan doen we nog net of je het niet gedaan hebt. Nou, kan dat? Ja, dat weet ik niet. Dan ga ik even vragen. Dus ik had overleg gehad met de notaris. En toen konden we dan wel een beetje rustig rondlopen, weet je wel, zo in de studio. En toen kwamen ze teruggelopen en toen zeiden ze van, nou, ik heb gepleit als Moscovici. Maar het gaat niet gebeuren. Ik dacht, ja, misschien kunnen ze de hand over het hart strijken en zeggen van, joh, nou, dan doen we dat kastje toch gewoon weer open en dan gaan we door. Ja. Maar niet realiserend dat dat natuurlijk ongelooflijk veel consequenties heeft en dat er een heel reglement aan hangt, omdat het natuurlijk om zo waanzinnig veel geld gaat. Het gaat hier om wilsovereenstemming, maar in dit geval is er sprake van een spijtoptand. Ik vind het bijzonder spijtig, maar de reglementen zijn de reglementen, helaas. Dus gedrukt is gedrukt. Dus helaas. Het zijn de reglementen van de postcode loterij. Die had ik eigenlijk in moeten leveren. Maar ja, dat is niet gebeurd. U was vergeten? Nou, er is niet naar gevraagd. Staat er iets in over een rode knop? Helemaal niks. In de reglementen stond de rode knop niet beschreven. Maar de regels zijn duidelijk. Zullen we samen kijken wat erin zit? Over 17 jaar, mijn zoon had het voorspeld. 5 miljoen. Ik ging ook echt zo raar naar huis. Ik zat in de auto de hele tijd te denken, oh, die arme man. Je hele leven staat op zijn kop na zo'n opname. Van de schrik bekomen slaat bij Van den Hurk in de dagen na de opname twijfel toe over de beslissing van de notaris. De dag erna, dan gebeuren er zoveel dingen en er gaan zoveel dingen op Facebook voorbij en zo. Dat je eigenlijk denkt van, hoe kan een man beslissen over wel of niet doorspelen, terwijl hij de man is die weet 5 miljoen in het koffertje 17 zet. Hij wist natuurlijk wel dat hij 5 miljoen er is, want hij stopt die checks erin. Oh, maar het maakt de notaris niet uit of er een hele hoge of een lagere prijs uitgaat, want die is onafhankelijk. Wat neemt u Endemol of de postcode loterij precies kwalijk? Nou, kwalijk in die mate dat er nou uit blijkt met reglementen dat het toch niet helemaal zo is gegaan zoals het had moeten gaan. U hoopt dat u die 5 miljoen alsnog krijgt? Hopen mag altijd natuurlijk, maar ja, ik zeg al, het gaat in eerste instantie om dat het in ieder geval eerlijk gaat. En de advocaat van Arold is hier, Peter Plasman, welkom. Ja. Uw cliënt zegt in dit filmpje, er is niet eerlijk gespeeld. Hoezo niet? Nou, we hebben Linda de Mol net horen zeggen dat het om waanzinnig veel geld gaat en dat er daarom een heel reglement aan vasthangt. De notaris heeft net gezegd, hebben we kunnen zien tijdens de opname, reglementen zijn reglementen. En als je het dan eerlijk doet, dan pas je dat reglement toe. En mijn cliënt heeft dat reglement op voorhand toegestuurd gekregen. Hij heeft daarvoor moeten tekenen en daar staat bij, dit zijn de spelregels.
Vervolgens is na de opname is er in de spelregels ingegrepen. Ik kan het wel even voorlezen. Waar kon u dat dan terugvinden, dat er ingegrepen was? Omdat ik bezit... Ik heb de spelregels die mijn cliënt toegestuurd heeft gekregen, die heb ik. En ik heb gezien dat na de opname... er nieuwe spelregels op de website van Miljoenenjacht zijn verschenen. Wat is er veranderd? Het hele verhaal is identiek, op één uitzondering na. Er is een zin toegevoegd, die staat gewoon tussen de bestaande tekst. En die zin die luidt... Indien de finalist het bod wil aanvaarden... dient hij op de rode knop te drukken en daarmee stopt het spel. Kijkers die vragen hoe zit het eigenlijk, hoe is dat nou precies gegaan, klopt het allemaal wel? Dan wordt gezegd, ja, kijkt u maar naar de spelregels. En die worden dus verwezen naar deze passage over de rode knop. Duidelijk, u zegt er is een regel aan toegevoegd na afloop van deze uitzending. Maar ja, dit spel bestaat al sinds 2000. En dat fenomeen met die knop, iedereen die dat spel bekijkt, die weet hoe dat zit. Ja. Uw cliënt weet dat ook, dus hij had het toch kunnen weten. Hij wist wel dat de rode knop dat betekent dat je als uiterlijke verschijningsvorm het bod accepteert. Alleen, het was meteen duidelijk dat hij het bod niet accepteerde. De notaris hebben we net horen zeggen, het gaat om wilsovereenstemming. En dat betekent is precies dat waar het om gaat. Wilsovereenstemming betekent twee partijen zijn het met elkaar eens. Ene partij doet een aanbod en de andere partij accepteert het aanbod. En daar gaat het om. En het gaat er niet om om vast te stellen of iemand op een knop drukt. En zeker niet als dat meteen duidelijk is dat die per vergissing heeft gedrukt. Wat is dan de definitie? Wanneer zijn wij het met elkaar eens? In plaats van op een knop drukken, wat moet je dan doen? Als aan mijn cliënt was gevraagd, wilt u het bod van 125.000 euro accepteren? En hij had gezegd, ja, dat wil ik accepteren. Dan heb je een aanvaarding van het bod. En dan had u vanavond hier niet gezeten? Nee. Wat gaat u namens uw cliënt doen? Ik ga de postcode loterij en de mol als producent en de notaris als degene die naar mijn mening een hele grote fout heeft gemaakt, ga ik aansprakelijk stellen. En als daar niet op wordt gereageerd, dan zal er geprocedeerd moeten worden. Ja. Nu hebben we om commentaar gevraagd natuurlijk bij Endemol. En zij laten ons het volgende weten. Ik zal het even voorlezen. Er zijn geen wijzigingen aangebracht in de spelregels die aan de deelnemers van Miljoenenjacht zijn verstrekt. Wat zijn de spelregels? Wel zijn de spelregels naar de opnames op 16 oktober jaarlijks op de website Miljoenenjacht gepubliceerd. En is er een... aanvoeging aangebracht op de spelregels om eventuele vragen van kijkers naar aanleiding van de uitzending van 3 november te beantwoorden. De toevoeging dient ter ondersteuning van de spelregels. De regels als zodanig zijn helemaal niet gewijzigd. Nee, dat is commentaar van Endemol. Ja. Er is niets aan de hand. We doen precies hetzelfde dat we altijd doen. Ja, nee, dat is dus niet zo. En zo kun je het ook noemen. Er is niks gewijzigd, maar er is een cruciale passage bijgekomen. En daar wordt iedereen naar verwezen. Mijn cliënt heeft de spelregels op voorhand toegestuurd gekregen. Daar moest hij voor tekenen. Er staat bij, dit zijn de spelregels. Die heeft u overhandigd gekregen. En dan moet je het ook, zeker als het om een waanzinnig groot bedrag gaat, wordt door Linda de Mol zelf bevestigd, dan moet je volgens die spelregels acteren. En dan moet je niet je gaan beroepen op spelregels zoals die luiden na de uitzending als ze veranderd zijn. Want dit is niet een aanvulling, dit is gewoon een verandering, een wezenlijke verandering, waarbij het element van de rode knop in de spelregels terecht is gekomen. Waarom zou de rechter overtuigd raken van uw betoog hier? Wat is het beste juridische argument wat u dan heeft? Mijn beste juridische argument is dat de notaris nooit had mogen beslissen. De notaris zit daar om toezicht te houden op het spelverloop. Hij zit daar ook als spelleiding. Hij zit daar als enige die weet dat er 5 miljoen in de koffer zit. Met de thuiswinnaar gaat het dus om 10 miljoen. Hij zit daar in opdracht van een van beide partijen waar dat notariskantoor al jaren voor werkt. En dan is hij degene die uiteindelijk gaat beslissen wat er moet gebeuren en die mijn cliënt dus de rechtmatige prijs onthoudt. Maar suggereert u nu dat deze notaris niet onafhankelijk is? Want dat zijn notarissen per definitie. Hij moet onafhankelijk zijn. Maar als je en toezicht moet houden, en je bent spelleider, en je weet wat er in de koffer zit, en je gaat dan ook beslissen of mijn cliënt door mag gaan of niet, dan is dat voor een onafhankelijke notaris net even te veel van het goede. Dus het antwoord op mijn vraag is dus, u zegt deze notaris is niet onafhankelijk. Mijn antwoord op de vraag is dat deze notaris te veel functies in zichzelf heeft verenigd. Hij had deze beslissing niet mogen nemen. Ja. De vraag die natuurlijk kan ontstaan bij mensen die ons gesprek voeren is, ja, die meneer is gewoon een slecht verliezer. Die heeft weliswaar 125.000 euro op zak.
Maar die ziet dat koffertje met 5 miljoen voor hem staan. En die is daardoor hebberig geworden. Dat wil hij ook nog hebben. Nee. Wat zegt u tegen mensen die zeggen het is een slecht verliezer? Nou, dat is meteen mijn tweede argument, mijn juridische argument. De notaris zegt het gaat om wilsovereenstemming. Mijn cliënt heeft op het moment dat hij drukte meteen gezegd, ik zal het hier maar even gewoon zeggen, kut. Maar dat is eruit geknipt in de uitzending. Hij heeft meteen gezegd, ik vergis me, ik wilde juist door. Dat is ook te horen op de band. Hij had van tevoren al tegen Linda de Mol gezegd, we hebben besloten, we gaan door. Hij drukt per vergissing op de knop. Toen wist hij helemaal niet dat er 5 miljoen in die koffer zat. En toen wilde hij al doorgaan. Waarom doet u deze zaak? Ik doe deze zaak omdat ik vind dat mijn cliënt gewoon wordt belazerd. En ik doe hem ook omdat ik eigenlijk wel een hekel aan het fenomeen postcode loterij heb. Dat laatste lijkt me geen argument, maar dan toch maar de vraag, waarom heeft u een hekel aan die postcode loterij? Miljoenen mensen spelen daar aan mee. Ja, nou, waarom spelen die mensen mee? Ik ga even naar de uitzending van mijn cliënt. Daar zat een thuiswinnaar. Die kreeg 125.000 euro en die kreeg van meneer Gestanovic de vraag, waarom doet u mee aan de postcode loterij? Nou, dan verwacht je een antwoord als, ik geef graag aan goede doelen, of ik hou van een gokje, of ik combineer die twee. Wat die meneer zei was, ik doe mee omdat ik niet het risico wil lopen dat de prijs valt in mijn postcode en ik niet meedoe. En dat geldt voor heel veel mensen en dat zou je eigenlijk wel morele chantage kunnen noemen. Doet u deze zaken ook om er zelf beter van te worden? Met andere woorden, als het u lukt, dan neem ik aan dat bij u ook de kassa rinkelt. Ik ga voorlopig aan deze zaak helemaal niets verdienen. Voorlopig? Dat hangt ook van, als er iets uit gaat komen, als we gelijk krijgen, dan krijgt mijn cliënt een rekening en anders niet. Ja. En die claim die u gaat indienen bij En de Mol, hoe hoog is die dan? 5 miljoen min 125.000. Wordt vervolgd. Dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Ik overleg samen, op afstand uiteraard, want ze zitten aan de andere kant van de dingen. En we zijn het er samen over eens. En ik zeg nog tegen Linda, ik zeg, wij spelen geheid door de volgende na de pauze. Want het is gewoon nog heel veel grote bedragen en daar gaan we voor. Wie waren erbij? Ja, Linda stond naast hem en heel de studio was erbij, denk ik. Dus het was iedereen duidelijk dat u door wilde? Ja. Ja. Waarom vroeg u nou op de knop? Moment van verstandsverbijstering, zou ik maar zeggen. Want het was echt niet de bedoeling. En dat weten we ook, ja, dat weten we samen. Maar Linda had ook nog duidelijk over gehad en die keek me ook aan en die zei ik van, wat doe je nou? De notaris verklaart vandaag aan Nieuwsuur. Hij sloeg met enige resoluutheid op de knop. En eigenlijk wilde doorspelen. Na tussenkomst van de notaris eindigt het spel. Uiteindelijk blijkt dat er in het eigen koffertje van Arold 5 miljoen euro zit. Zijn vergissing krijgt nu een juridisch staartje. Zometeen Arolds advocaat, maar eerst zijn relaas. Laten we eerst maar eens even kijken waar de bank mee komt. Ja, laat maar zien. En dan, het was nog nooit voorgekomen bij de miljoenenjacht van de postcode loterij. Maar op 3 november speelt Arold van den Hurk uit Zon en Breugel het kofferspel. Hij drukte naar eigen zeggen per ongeluk op de rode knop en hij accepteert daarmee een bod van de bank van 125.000 euro. Maar kandidaat Arold zegt dat hij geplaagd werd door zenuwen en hij... Hij is 2 weken geleden het gesprek van de dag. De Brabantse banketbakker Arold van den Hurk. In RTL's miljoenenjacht moet hij kiezen tussen een bod van 125.000 euro van de bank of doorspelen met kans op 5 miljoen euro. Dan ga je de pauze in. Nou, en daar hebben we nog een keer duidelijk...